Tineke. Goedenavond, wat is dat nou? En die zoon, binnen. Hoi. Hoi. Wat komen jullie op een tijd, jongens? Nou, je had een brief gestuurd, hè, naar ons. Ja, je wilde iemand wakker maken. Ja, Frans, hè. Voor zijn fans had hij alles over. Ik denk, waarom dan niet, Frans Bauer? Hele bekende Nederlander, eruit. Maar weet je dan ook waarvoor je hem wakker kunt maken? Verboerkomen worst. Denk ik. Dat komt goed uit. Even een momentje, hoor. Ah, Tineke, zet de keuken maar op, hoor. Jezus. Doe niet maar. Niet te geloven, nou kan het daar maar in, hoor. Oh. Zo. Oh! Is het erg als de buren wakker worden, Tineke? Nee, jeetje. Nou, boerenkool voor Frans. Of die er wakker voor gemaakt kan worden, weet ik niet. Maar hij is er wel gek op. Oh, dat hebben wij hier. Je weet het helemaal niet zeker? Nee, ik weet niet zeker of hij er wakker voor gemaakt wil worden. Maar hij lust het wel graag. Nou, we zullen zien. Ja, het kookt. Stamp hem maar. Zo. En zet die liefde voor jou voor Frans Bouwen. Je gaat heel ver, hè? Ja. Maar Frans, die heeft ook van die ontzettende goede teksten, hè? Ja. Al die teksten, die pakken je gewoon op de een of de andere manier. Als je dat nummer kent van Verloren, ik weet niet of je dat ooit wel eens gehoord hebt. Mm-hmm. Nou, die tekst die schrijft me zozeer, want ik heb zelf ook 2 kinderen verloren, dus ik weet ook wat Frans doorgemaakt heeft de afgelopen tijd. Want hij zelf ook, heeft ook een hoop mensen verloren natuurlijk in die tijd. En dat grijp je gewoon diep aan en dan, ja, dan is dat toch te zingen voor je. Ja. Ja. En... Is het ook daarom dat je dan je hele huis rond volhangt met Frans zijn gezicht? Ik spür die Winde Einsamkeit, weiß, dass mir keine Hoffnung bleibt. Mein Herz wird heute weinen. Du hast schon längst goodbye gesagt. Het park waar ons Fransje Bauer woont. Ik weet alleen niet of ze Tineke Boerenkool gaat ontvangen als de prinses van zijn droom. Of misschien wel als de nachtmerrie in zijn slaap. Ja, dat kan ook natuurlijk. Wasje erbij op het dak. Zo. Is er een bel? Nee, er is geen bel. Er is geen bel. Klap. Wat gaan we doen? Klap. Bel. Even vast, joh, want ik moet toch wat harder rammen, klaarblijkelijk. Fransje! Zal ik toch weer niet hebben, hè? Gaat één bekende Nederlander opzoeken, komt die van mij zijn bed niet uit. Hap, Frans. Ja. Jammer, Tine. Ja. Niet dus, maar de boerenkool is goed, dus we gaan lekker zitten eten. En dan eten wij maar rust. Ja, even op. Ja, hi Valerie met Eddie. Is Bart er ook of niet? Ja. Hé, hey Bart. Ja, ik weet dat jij een nachtrust nodig hebt, joh. Maar het is mislukt. Hè? Mislukt. Mislukt. Jeetje, Eddie, wat ben jij een eikel, zeg. Ongelooflijk. Je had het al helemaal fout. Het was helemaal geen boerenkool, maar rode kool. Tjonge, jonge, doe ik er 13 weken voor. Denk nou, ik kan het wel overlaten, hoor, aan die Eddie. Nee, natuurlijk niet. Je kan werkelijk helemaal niks. En ik ben God. Dus ik laat het nog 1 keer zien hoe het moet. Even kijken hoor. Volgens mij woont hij hier. Op nummer 27C in Feyenaard. Nou, daar wil je niet komen hoor, met deze temperatuur. Even kijken. Met al dat geld en geen bel. Frans, ik sta hier.
ben het, Bart. Ik heb een verrassing. Zo. Het gaat lekker. Hey, Frans. Wat is dat dan? Dat is, waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Van mijn jas af aan het hebben. Ja, want het is koud. Ik had namelijk begrepen... Leuk, hè, dit? Ja. Zo midden in de nacht. Ik had namelijk begrepen dat we jou wakker konden maken voor rode kool... met lekker gekookte aardappeltjes en een, iets van een sudderlapje of zo. Dat klopt, ja. Dus als jij het hele vasthoudt, hou ik de deksels eraf. Nee, joh. Ik vertrek dat. Nee, ik ben net terug, man. Waar vandaan? Lekker, oh, de teen. Pittig. Teen. Boven de zon. Er is dat licht ervan. Het ziet er heel gelikt uit. Kijk. Zo. Bart, het is midden in de nacht, man. Ja. Kijk, hier stond namelijk in het blad stond... met het risico dat Bart de Graaf midden in de nacht... met een camerateam voor zijn deur staat, vertelt hij... voor rode kool met appeltjes en stooflapjes. Ja. Voilà. Dat zegt Cas Spijkers altijd, hè. Die doet altijd... voilà. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb deze keer wel geluk. Waarom? Nou, omdat ik dacht de vorige keer, er stonden neppen voor de deur. Toen ben ik maar blijven liggen. Ik dacht van, ja, dat is een of andere fan of zo. Die wil me... Dat, ja, gek of zo. Ja, dat was dat is Eddie Zoe. Die werkt ook voor mij, zeg maar, voor BNN. Ja. Maar je bent gewoon, je hebt gewoon, dag maar, sterf maar. Ik blijf liggen, ik laat me even de gek houden. Leuk, hè? Ik doe er gewoon ook verder, neem ik er geen hap meer van. Dan doen we zo meteen het dekseltje er weer op. Maar wat had Eddie Zoe dan meegenomen dan? Die had boerenkool bij. Ja, die had het al dat helemaal... doet ik niet open, hè? Natuurlijk. Ga je doen, Bart? Nou, ik zit even te kijken of Marianne Weber er ook is. Nou, moet je even de proef op de som nemen? Nou, nee, want ik heb om de hoek heb ik een hele pot met die rode kans. Nee, Marianne Weber is er. Nee, is ze er niet? Nee. Oh, jammer. Het is niet altijd even prettig s'nachts, maar het eten is goed. Ja? De verwennerij, hè? Dat is een culinair hoogstandje. Nou, dit was ook weer even om aan, om aan Eddie Zoe te laten zien hoe het wel moet. Jongen, kan niks. Ik dacht dat het een nepper was, man. Die werkt echt bij jou. Nou, ik zal je niet zeggen. Het is een nepper. Het is een nepper. Wat een lieve jongen, hè, die Frans Bauer. Nou, dit was meteen het einde van de zondagavond van BNN. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan ben ik bij de NASA. Daar gaat de Space Shuttle omhoog. Er is een nieuwe aflevering van Jimmy Hopper. En Eddie, hij zal het wel weer gaan proberen. Waar kan ik een onbekende Nederlander voor wakker maken? Heb je het nou gezien, Eddie, hoe het moet? Tot volgende week.